Hey, voorspellen, we ging wel goed deze week, Valentijn. Ja, uitstekend. Ja. Jij was er niet, dus ja. Nee, ik was even... Anders ben ik een beetje onder de indruk, maar... Ja, ik was helemaal... Nu voel je je vrij, Tim Klein, en dacht je gewoon van... Tim Klein, nou, even de voorspelling van Valentijn. Hey, Valentijn, tot slot. Misschien toch nog even... Voorspelling is altijd wel leuk. Ik weet het. Lekker. Ja. Tuurlijk. Want daar ben je toch echt de beste in. Vorige keer zei dacht ik... 2-2 was vorige keer jouw voorspelling. Ja. Dat werd 4-0. Ja, zak er weer dichtbij. De hoeveelheid doelpunten was in ieder geval correct. Ja, zo, die had ik nog niet... Nee, die heb ik nog niet gehoord. Dankjewel, Sim. 1-3. Zo. Hey. Ja. 1-3. Ik verwacht nou wel applaus, maar... Waar is die... Buiten het feit had ik gisteren met Wim over of het nou wel of geen rood was, was het wel dom van Hummels. Want hij had het niet bij Berghuis gedaan. Nee. En ook niet bij Haller. Maar hij wou hem gewoon even laten merken van... Luister, niet te langs, jongen. Want dit wordt niet jouw avond. Nee. En dan ga je dus... Want hij pakt in principe expres geel. Dat is toch dom, man? Ja. Maar jij bedoelt dat na die eerste wedstrijd al... juist aan hem laten zien van... Juist aan hem wil hij laten zien van... dit wordt een andere wedstrijd. Ja. En dan pak je dus expres geel, maar dan moet je nog... Eigenlijk wordt hij er niet uitgestuurd. Nee. Moet je nog 70 minuten moet je op je teller passen. Ja. Maar was het rood of niet? Gele kaart? Nee, het was geen rode kaart. Maar het was een belachelijke rode kaart. Ja, maar het was voor zo'n ervaren speler ook een hele ondoordachte daad. Ja, man. Want je kunt namelijk als verdediger dan een hele wedstrijd niet meer aan de noodrem trekken. Anders ben je weg. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.